Hey YouTube vrienden, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het weer koken met Effie en Jordi. Effie zit het recept al op te schrijven volgens mij. En vorige maand gingen we koken met chips. Nou ja, koken, we gingen een lekker avondsnack maken. Maar vandaag gaan we weer koken met chips. Maar dan als avondeten. Hoe heet het wat we gaan eten? Een nacho schotel. Een nacho schotel. Dus gewoon chips als avondeten. Hoe verzin je het, maar het is wel lekker. Er gaan echt verschillende dingen in. Nou, natuurlijk de nacho chip zelf. Ik zal de lamp even aanzetten, hebben we wat beter licht. 1, 2. Boop. Oh, wat is dit mooi. Oh, moet je kijken, wat een lichtverschil is. Kaas natuurlijk, gaat gehakt in. Bosuitjes. We hadden ook nog ergens een kruiden volgens mij. Even kijken. Ah, hier. Een soort van taco. Taco ding, maar dat moest ook, dit stond ook op het recept. Oh, we weten geen taco's, maar wel dit. Voor het gehakt. Dat is voor het gehakt inderdaad. Oeh, allemaal andere lekkere dingetjes. Hallo. Hoi. Jij mag tomaten snijden? Oh, tomaten zitten er ook nog in. Dus die ga ik ook nog even snijden. Vier? Ja. Zoveel? Dat is hartstikke gezond. En alles met één hand doen en één camera vasthouden, dat werkt gewoon niet. Wie heeft het fenomeen vloggen uitgevonden? Die was gewoon echt vet dom. Zet een camera op een statief. Wow, heeft een extra kontje, kijk. Hier zit het. Denk van, hé, dat is het steeltje. Maar hier ook, ja. Kan niet meer in mijn hand vasthouden. Ik heb de bosuitje gesneden, tomaatjes gesneden. Happy. Is het hakt aan het rillen. En de kruiden zitten er al bij met een klein beetje water. Daar gaat voor de rest, had ik nog niet gezegd, ook zure room in. Ja. Van de. Wat zei je? Zure room gaat er niet in. Hoor. Oh, dat gaat er op in plaats van erin. Ja. Kijk, dit is het recept wat je nodig hebt. Zet de video even op pauze als je het over wil schrijven of een screenshot wil maken. En wil je het hele gerecht weten wat je stap voor stap moet doen? Ik zet even een linkje hier in de. Wordt aan de kant gebuigd. Ik zet even een linkje hier in de beschrijving. Nee, maar ik zet even een linkje hier in de beschrijving, zodat je het, nou, als het bij ons lukt, het ook zelf kan maken. Mag ik ook één? Ik kan het ook gewoon zo eten. Chippy zit in een kommetje. Tomaten, ui, kaas. En dan gaan we de tomaten, ui en kaas erop doen. Nou, eerst ga ik maar. Oh, al dat vet ook. Ja. Knip ik de kaas even open. Met één hand dekken. Het is echt moeilijk hoor. Met, jongen, wie de vlog heeft uitgevonden. De vlog. Die had drie handen waarschijnlijk. Hallo Liv. Hallo Liv. Hey, pick-upje af. Ga binnenkort naar de dierenarts hè. Ja, dat is leuk. Dat vind je leuk hè. Ja, dat is leuk. Wil je ook mee naar de dierenarts, Roos? Pas hem in de op hoor. Kijk naar dan. Ik weet niet hoe warm de oven moest, dus ik vond 3 minuten of zo. Nee joh, dan is die kaas niet gesmolten. Ja, 3 à 4 minuten stond er ook. Doe 5. Laat je maar bij, want het gaat om dat de kaas smelt. Dus. Het zit helemaal in de oven. Het gaat er alleen om dat de kaas smelt. Niet dat het een ovenpasta schaal ding wordt. We gaan even 5 minuten wachten, want zo lang moet het erin. Nou, iets minder, maar het ligt een beetje hoe goed je oven is. We gaan wachten en dan. Ja, het moet natuurlijk ook al 200 graden in de oven. Ik weet niet of het moet hoor. Oh, we weten niet of het moet, maar ja, we doen het maar en dan letten we nu gewoon heel goed op. Ik ga de tafel even dekken en ja, het staat in de beschrijving hoe het echt moet. Oeh, kijk dan hoe lekker dat eruit ziet. Er is een smolten kaas erop. Nou is het moment der momenten. Oh, het gaat vallen, het gaat vallen. Kan ik echt niet. Oh, ik doe het wel. Doe. Ja, met zo'n schepding. Deze?
dat de kaas is lekker smotterd. Oh, lekker met gehakt. Gewoon lekker in een diepgroot bord. Ik weet niet of dit gaat lukken als je hem zo pakt, maar... Grote lepel werkt ook niet, denk ik. Nee, want er zitten al die stukjes in de weg. Maar na een tijdje wil ik wel. Ik mag ook wat kaas. Dat was mijn kaas. Ja. Oké, dat is mijn kaas. Nou, je moet het zo maar even zetten. Wow, hoor je dat? Ze zijn wel gebroken. Nou, zo ziet het eruit. En we gaan nu lekker eten, dus... eet smakelijk. Ik zei wel eet smakelijk, alleen de zure room moet er nog op. Kan je lekker in dippen. Maar hoe je het ook zegt of hoe je het ook bedoelt, het ziet er wel super lekker uit. Smots, smots. Het licht is niet zo goed. Maar het eten was wel super lekker. Ach, die lichte kan, dat kan echt niet. Hey Siri. Woonkamerlamp 100%. Ik luister. Woonkamerlamp 100%. Oké, ik heb je woonkamer op 100% gezet. Wow! Dat kan helemaal niet, de woonkamer op 100%. Wow, de woonkamerlamp op 100%. Doet mijn telefoon gewoon. Wordt allemaal geregeld voor me. Ja, dus het is wel beter. Het eten was lekker. Dit gaan we wel vaker eten. Willen jullie het recept nou ook zelf maken? Staat hieronder zoals al gezegd. Vond je deze video ook leuk? Vergeet vooral niet te abonneren en dat blauwe duimpje omhoog te doen. En gewoon volgende week weer te kijken. Doei.